Even kijken of mijn geluid het doet. Goedenavond allemaal. Yes, die doet het. Hij loopt een beetje achter op mijn tablet. Maar dat is iets wat, waar iedereen mee te dealen heeft die online gaat op Facebook. En vandaag gaan we aan de slag met deze suite. Die staat in de nieuwe jaarcatalogus, bladzijde 14 en 15. En we gaan met de spulletjes uit deze suite creatief bezig vanavond. Het is nog een paar minuten voor acht, dus ik wacht nog heel eventjes. Komt mooi uit. Dan kan ik in de tussentijd heel even mijn stempelblokken pakken, want die heb ik hier nog niet bij de hand. Pak gerust nog even lekker wat drinken erbij. Je knutselspulletjes. Zo. Het is al even geleden dat ik online geweest ben. Deze wordt ook opgenomen trouwens, opgeslagen en naderhand ook op YouTube geplaatst. Hij spiegelt een beetje, maar dat is zo meteen ook weer over. Vorige week was een onder voorbehoud. Toen ben ik uiteindelijk niet live gegaan, omdat wij lekker een dagje naar Duitsland zijn geweest. Maar nu zijn we er weer, dus laten we lekker creatief aan de slag gaan. Het is inmiddels 8 uur, dus ik ga mijn werkblad leegmaken, zodat ik lekker aan de slag ga. Kan. Dit zijn trouwens het designpapier van de suite. Daar zal ik eerst even mee beginnen. Ik zal dit even aan de kant leggen, de stempels. Dit is het gewone 6x6 inch designpapier. Prachtige kleuren. En het mooie is, de kleur... Oh, vliegen erheen. Klein beetje in beeld van het pakketje. De kleuren die hierin zitten. Een Bubble Bath, Berry Burst. Nou ja, er zitten wel meer kleuren in. Pretty Peacock. Azure Afternoon en Blueberry Bushel. Dat zijn een aantal van de nieuwe kleuren die in het assortiment zitten. Kijk, die kleuren perfect. Oh, de Lemon Lime Twist, was ik vergeten te noemen. Die kleuren heel mooi bij het designpapier. Dat zijn ook de kleuren die ik vandaag ga gebruiken. De kaartbasis wordt gewoon wit. Maar verder ga ik lekker met deze nieuwe kleurtjes aan de slag. En dit is heel mooi designpapier. Is wel wat duurder. Want het papier, het pakketje kost €15,25. En dan zitten er 3 vellen in. Dus ja, dat is. Maar dat zijn acetaatvellen. Dat is een soort kunststof. Dat is helemaal doorzichtig. En die heb je met. Wacht even een velletje. Deze kwijt erbij pakken. Met leuke serpentina. Met confetti. En dit is ook confetti, maar dit is weer andere confetti. Ik weet nog niet of ik die vandaag ga gebruiken. Dan moeten we even kijken. Dat moeten we even zien. Even terug in de verpakking stoppen. Het is trouwens goudkleurig, maar als je ze omdraait is hij zilverkleurig. Dus je kan hem twee kanten op gebruiken als je wil. Als je denkt, nou dat goud is me te, dan ga je hem gewoon pakken de zilveren kant.
Ik bewaar zoveel mogelijk papier in de originele verpakking. Dan weet ik ook, mocht iemand het willen, welk productnummer ik kan doorgeven of in kan voeren in de bestelling. Als ze zeggen van, oh, die wil ik hebben. Dan is het heel makkelijk terugzoeken. Nou, clear blocks. Mijn basic white, want daar gaan we de kaartbasis van maken. Hey Judith, goedenavond. En ik snij mijn vel A4 door op 10,5 centimeter. In de lengte. Zo, één helft kan weg. En ik ril hem vervolgens op 14,85 centimeter. Ja, 85, dat is tussen de 14,8 en de 14,9 in. Dat is een beetje op de gok, want dan heb je de hele lengte van je A4'tje eigenlijk, als het ware, op de helft. Nou, mijn rilapparaat kan aan de kant. Hoppatee. Dit wordt mijn kaartje. Ik ga een landscape kaartje maken. Zo. En ik ga hem nog niet dubbel vouwen. Want ik ga met mijn brush aan de gang. Dan pak ik de Azure Afternoon kleur voor. Mooie helblauwe felle kleur. Die komt heel dicht bij de Tedian Tide van de Incolors 2022-2023. Ik zal hem even dichtmaken. Kijk, die zit er heel dichtbij. Deze is net wat lichter. We gaan dus met de Azure Afternoon een nieuwe kleur in het assortiment aan de slag. We gaan met een brush aan de gang. Wat houdt het in? Je gaat niet vegen over je pet. Je legt je brush erop en je draait rondjes om hem in te inkten. Kijk, en dan zit de inkt erop. Pak je je kaartje. En je begint buiten je papier. Begin je met ronddraaiende bewegingen om de kleur aan te zetten. Zo krijg je geen harde lijnen. En zo krijg je mooi de kleur erop. Dan kun je zelf bepalen hoe donker je de aanzet wil. Ik moet nog wat inkt pakken, want hij gaf niet meer af. Wederom begin ik buiten mijn vel papier met ronddraaiende bewegingen. En zet ik de kleur op mijn papier. Zo kan je doorgaan totdat je een volledig egaal beeld hebt. Ik doe dat niet. Ik wil een klein beetje de lucht nadoen. Dus blauwe lucht. Die is ook nooit. Die is niet altijd helemaal strak blauw. Nog een klein beetje inkt, want ik vind hem aan deze kant nog net iets te licht. Dus ja, het mag een beetje een vlekkenpatroon hebben. Zoals dit. Deze kun je straks heel makkelijk schoonmaken door ze gewoon eventjes in water uit te spoelen. Hoeft niet per se, maar als je dat niet doet, zou ik de brush wel bij dezelfde blauwtint houden. Want anders krijg je vermenging van kleuren, dat wil je niet. Althans, ik wil dat niet. Zet hem nou even aan de kant. Zo, dus deze die is klaar voor nu. Dan pak ik een designpapiertje. Ik zal eens even kijken welke ik leuk vind. Ik heb verder geen voorbeeldkaartje gemaakt. Het is gewoon helemaal out of the blue eventjes
bedenken van wat vind ik leuk. Dan zien jullie ook een beetje het proces wat ik altijd heb als ik kaartjes maak. Of andere creaties, want daar geldt in principe hetzelfde voor. Ik vind dit een mooie kleur die daar goed bij afsteekt. Dus ik pak dit velletje papier. Maar dan wil ik nog een kleur hebben. Ik wil gewoon de kleuren die eigenlijk bij de suite horen, wil ik er ook bij in hebben. Nou, dan leggen we dit even aan de kant. Even kijken. Dan kijk ik straks wel of dat ik hem in mijn dingetje terugkrijg. Nou, het kaartfrontje, dat heeft dadelijk een afmeting van 10,5. Ik schrijf het eventjes, moet ik het wel goed opschrijven. Van 10,5 maal 14,85 centimeter. Nu ga ik hier dadelijk een mat op maken. Die maak ik een halve centimeter kleiner. Dus die komt op 10 centimeter. Ik zie het bijna buiten beeld. Ja, het is net te lezen. Maal 14,35 centimeter. Die ga ik snijden uit het lemon lime twist papier. Ik leg mijn basiskaartje even aan de kant. Hetzelfde doe ik met het gekleurde velletje. Deze hou ik hier, want die gaan we snijden. Op 10 bij 14,35. En het is belangrijk dat je nu bepaalt of dat je inderdaad je strepen dadelijk in de verticaal of diagonaal wilt. Verticaal of horizontaal wilt. Ik wil ze dadelijk horizontaal. Dus ik maak hem 10 met de strepen van mij af. En 14,35, 10, 20, 30, 35. Zo, deze aan de kant. Kijk, en dit wordt zo mijn kaartmat. Vandaar ik het kaartje vouwen, dan kun je zien hoe die er precies op komt. Dit is de kaartmat zo meteen. En zo zie je, ik heb nou heel mijn frontje heb ik gekleurd, daar zie je op dit moment nog niet heel veel van, maar dat komt dadelijk helemaal goed. En van deze ga ik een strookje maken. Die snij ik ook op 14,85 af. 35, excuus, moet ik het wel goed zeggen. Nee, die maak ik iets kleiner. Die maak ik niet 14,35, maar 13,85. Dan heb je net weer dat kleine randje wat je overhoudt. Dus 13,85. Ik zal het zo even opschrijven. En die maak ik 4 centimeter hoog. Dus de tweede kaartmat wordt 13,85 maal 4 centimeter. Dan pakken we nu lijm. Andersom is hij ook wel grappig, maar we gaan hem zo doen. En ik ga hem niet helemaal vastlijmen. Ik pak eventjes mijn lijm erbij. Ik krijg hem dadelijk zo erop. Kijk, en dan zie je, dan hou je hier aan de onderkant, probeer je een beetje ruimte over te houden en aan de zijkanten. Dus dat gaan we doen, maar we doen hem aan de zijkanten en aan de onderkanten doen we hem inlijmen. Dus twee korte zijdes en één lange zijde gaan we lijm op doen. Beetje zuinig, want anders komt je lijm komt overal te zitten en dat hoeft helemaal niet. Je hebt helemaal niet veel lijm nodig. Deze lijm die plakt hartstikke goed. Even naar me toe schuiven, dat is net iets makkelijker. Hoppakee. Dan draai ik hem even voor mezelf op een makkelijke manier. En ik plak hem vast. Kijk. Hoppakee.
Waarom heb ik hem nou niet helemaal gelijmd? Omdat ik hier dadelijk een figuur uit ga stansen. Die moet ik daar nog wel even pakken. Mijn stansen en bosmachine, want die staat hier achter mij nog op een karretje. Want wat gaan we doen? Er zit bij de set zit natuurlijk een heel leuk stansensetje. Ik ga de groep met drie ballonnetjes ga ik hier dadelijk uitstansen. Dus die haal ik hier vast vanaf. Zo, kijk. Ik ga heel even mijn stansen en bosmachine erbij pakken. Die is huge, want het is de grote, omdat ik mijn kaartje al gemaakt heb. Als ik dat niet had gedaan, dan had die net door mijn mini stans en een bosmachine gekund. Maar dat gaat niet, omdat dit kaartbasis, de kaartbasis is groter. Dus ik zet hem heel even hier neer. Dus heel het beeld is gevuld. Ik heb nu heel even niet de plek om hem ergens anders neer te zetten. Je hoort me met plastic rommelen. Kijk, hij is nog spiksplinternieuw. Moet ik even in de folder. Er staat gelukkig altijd in wat je nodig hebt aan platen. Maar het staat op de platen zelf ook. Kijk, je pakt voor de snijmal. Using with thin dies. Pak je plaat 1. Even kijken. Plaat 2. Plaat 3. Dan leg je je papier met je mal, stansmal erop en nog een keer een plaat 3. Dus deze, plaat nummer 4, die heb ik nu niet nodig. Die zal wel voor de embossing zijn, gok ik zo. Dat is wel grappig, want daar staat het dus niet op. Kijk, en het staat op de platen. Ja, is heel moeilijk te zien. Het spiegelt enorm. Maar er staat ook op. Scheelt als ik deze eraf haal. Even kijken. Er zit vertraging op. Dus ik moet even wachten tot het, om te zien of het goed in beeld is. Ja, het is haast niet te lezen. Maar er staat op dat het geen snijoppervlak is. Nou, ik leg mijn snijmat er ook op. Mijn basiskaartje. En vervolgens mijn malletje wat ik uit wil stansen. Ik doe het zo dat ik de grote ballon redelijk aan de recht houd, denk ik. Even denken. De kleine. Ja, maakt ook niet zoveel uit. Ik ga hem er zo opleggen om hem te stansen. Hoppakee, plaat erop. En nou het moment van de waarheid gaat hij doen. Kijk, hij trekt hem er netjes door. Even draaien. En ik haal hem ook gelijk nog heel even een keer terug. Omdat ik aan één kant heb ik dus twee papierlagen op elkaar. Want dat is dat matje wat we er net op geplakt hebben. Even deze aan de kant. Kijk, hij is eruit. En dit, jongens, meisjes, dit hoort, hè? Dat hij je snijmal erin snijdt. Dat is gewoon, dat is niet dat je dan iets verkeerd doet. Dat is de bedoeling, want als hij er niet in snijdt, dat betekent dat hij dan niet door je papier is. Dus dat geeft helemaal niks. Als je gewoon regelmatig ook je platen omdraait... En verwisselt, deze snij ik nou op, dan op die. En dan gaan je platen heel erg lang mee. En er zijn gewoon reserve platen voor te bestellen. Zo, die hebben we dus uitgesneden. Kijk. Deze leggen we aan de kant. Dus misschien, dit ook, je kan het weggooien. Maar dat is misschien nog leuk om ooit voor een ander kaartje te gebruiken.
Ja, dit, daar zie ik dan het, niet zo heel erg de meerwaarde van in. Dus deze die bewaar ik straks bij mijn stempels. Wellicht. Nou, mijn stans gelijk even terugplakken, want anders ben ik hem dadelijk kwijt. En dat zou zonde zijn. Pakken we de kaartbasis erbij. Die vouwen we nou wel dubbel. Even kijken wat mijn vouwbeen is. Stoot met mijn hoofd tegen mijn cameralamp aan. Zo. En deze die gaan we hier nog niet opplakken. Maar kijk. Dan krijg je het beeld wat je dadelijk gaat krijgen. Ik ga toch inderdaad een velletje acetaat erbij pakken. Want dat vind ik, dat geeft wel een leuk effect. Welke zal ik pakken? Ik pak die met de serpentientjes. Waarom? Gewoon omdat ik dat leuk vind. Nou heb ik maar een klein stukje nodig. Dus wat doe ik? Deze even aan de kant. Ik pak mijn schaar. Het is wel, als ik inderdaad dit eronder heb, dan is hij gelijk heel donker. Ik pak het stukje wat ik net heb uitgestanst. Dat leg ik even op een hoekje. En ik knip er gewoon een vierkantje uit. Even kijken. Ja, die is groot genoeg. Voilà. Nu daar maar even bij. Kijk, die kan hier mooi onder. Oh, andersom, want ik wil wel de gouden kant naar boven hebben. Kijk. En wat ga ik dan doen? Dan pak ik mijn tier en tape. Tape en tier. Hoe is het? Plak en trek. In het Nederlands. Dus tape en tier. En ik plak gewoon aan de randjes. Plak ik de tape. En dan scheur ik hem af. En dan doe ik aan alle vier de zijden. Met de gouden kant naar boven. Want ik plak hem de daak aan de achterkant achter. Oh, deze is op. Hop, weg ermee. Maar we hebben nog meer rolletjes. Even kijken, zijn die even dik? Ja. Ik zie het verschil zo in merk niet, maar kijk, ik heb dikke en dunne. Deze is niet van Stampin' Up en deze die is zeer waarschijnlijk wel van Stampin' Up. Ik heb hier nog een aangebroken rolletje waar wat minder op zit. Laten we die eerst maar opmaken. Ik kan wel gelijk helemaal een volle rol pakken, maar laten we eerst de restjes maar opmaken. Zo. Nou plakt hij aan mijn vingers. De tape blijft aan mijn vingers zitten, jongens. Hoppakee. Pakken we deze er weer bij. We halen hier de beschermfolietjes af. En dan plakken we hem zo op. Nou, kom op. 3 en de vierde. En dan plakken we hem rondom de ballonnetjes. Kijk, dan hebben we weer een andere look op ons kaartje. Maar dan gaan we het nog leuker maken, want ik pak de Love Frosted Dots erbij. Dit is van een online-only product.
Dat zit in de bundel met de... Ja, welke stempels zijn er ook alweer? Blij en bloemenrijk. Kijk, ook een hele leuke stempelset. Die is ook in bundel te verkrijgen, maar alleen via de online webwinkel van Stampin' Up. Die staat niet in de jaarcatalogus. Maar daar zit, als je de bundel koopt, zitten er deze hele leuke Loose Frosted Dots bij. Je kunt ze ook loskopen trouwens, hoef niet per se de bundel kopen. En dit zijn ook de kleuren die terugkomen voor een groot deel in de nieuwe kleuren. Er zitten ook veel bestaande kleuren in. Maar ook nieuwe kleuren. Ik vind het altijd eng om die bakjes open te maken. Vandaar dat ik het een klein beetje buiten beeld doe. Nou, wat doe ik? Ik leg gewoon een aantal dots eventjes op mijn blaadje. En toevallig, per ongeluk, allemaal blauwe naar roze. Geen enkele gele. Ik leg ze wel allemaal even vlak neer. Vlak, zei ik. Niet op de volle kant. Vlak. Nog even een paar pakken. En gele erbij. Het is een gele, een groene. Of blauw. Blauwige. En een roze. Nou, nog een geeltje. Dan heb ik van ieders drie. Hoppakee. Nou, die leg ik even bij elkaar neer. Want ik ga nu mijn frontje lijmen. Dus ik leg dit heel even een beetje omhoog. En dan ga ik deze inlijmen. Nou, hoe lijm ik die nou in? Ik pak de randen. Noep. Waar ik een lijmlaagje op doe. En dan pak ik daarnaast ook deze. Dat zijn... strips. Pak ik die? Nee, die pak ik niet. Ik plak hem even terug. Anders wordt het een hele dikke kaart. En ik heb hem nou gewoon zo al ingelijmd. Maar ik doe wel heel eventjes ook een heel dun randje op mijn acetaatvelletje. Ik maak mijn vinger even nat. En dat smeer ik naar de buitenkant toe uit. Waarom smeer ik dit naar de buitenkant toe uit? Nou, omdat ik anders dadelijk grote vlekken mogelijk krijg. Die in het open stuk komen. En dat zou zonde zijn. Maar dan zit die wel vast. Even een doekje, mijn vinger afvegen. Wat doen we nou? Vervolgens pakken we deze op en die plakken we er overheen. Ik heb mijn... sequins al in de midden gelegd, dus die vallen daar mooi onder de ballonnetjes. En dan hebben we daar een soort van schutkaartje. Moet nog eventjes goed drogen dadelijk. Voordat we er echt mee gaan schudden. Zo. Die leggen we even aan de kant. Want we gaan ook nog een labeltje maken. We hebben tenslotte ook nog niet gestempeld. Nou, ik heb hier nog een reststukje. Daar kunnen we een mooi labeltje van maken. Deze zal ik even dichtmaken, voordat ik daar overal mijn dots heb liggen. Hoppakee. En dan gaan we even kijken welke stempel ik er dadelijk op wil hebben. Ik ga voor I think it's time for a celebration. Dus die pak ik erbij. Zeggen, waar heb ik nou zo gauw mijn clearblocks gelaten? Maar die liggen rechts boven van mij. Kijk, voilà.
Je kan ook met deze werken trouwens. Dat is 3D foam. Die gebruik ik nu niet. Als je die gebruikt, dan heb je wat meer ruimte tussen je mat en je basiskaart. En dan kun je dotstaak nog meer verschuiven. Maar ik kies er nu even voor om dat niet te doen. Nou, ik heb mijn stempel op mijn blok zitten. Nou is dit een vrij brede stempel. Maar met clearstamps geldt, vooral als je een enkele lijn met tekst hebt, dat je die heel makkelijk kan vervormen. Nou, in dat geval leg je hem met de kant die je ininkt naar beneden. En je pakt hem met je blok op. Zo heb je altijd je tekst er gewoon netjes rechtop zitten. Dat hij niet gebogen is. Nu zitten hier alle kleuren al in. Maar ik wil mijn tekst, wil ik dadelijk, die zit natuurlijk op een wit velletje papier. Maar ik wil de blauwe kleur van de achtergrond terug laten komen. Dus tussen Azure Afternoon. Daar ga ik hem mee inenkten. Ik zal hem zorgen dat hij in beeld ligt. Ik druk hem eerst even hier af, want het is een splinternieuwe stempel. Ja. En ooit heb je er dan wat vlekken in zitten en dat zou zonde zijn. Nou. Hoppakee. Die drukken we af. Stempelinkt gelijk dichtleggen, want ik ben iemand die gaat anders in de inkt hangen. En dat zou zonde zijn. Ik pak mijn chamois er even bij. Dat is een soort... ja, wat is het? Schuimrubber matje. En dan veeg ik mijn stempelen af. Die is weer schoon. Deze ga ik eventjes snijden. Bonk tegen mijn tafelblad aan. Andersom. Het snijdt makkelijker. Het is een kwestie van heel even op het zicht nu. Om te bepalen hoe groot ik hem wil hebben. Ik leg hem heel even anders neer. Dus snijd van... ik zit er nou allemaal op manieren te houden zoals ik normaal niet snij. Dus snijdt voor mij niet fijn. Even mijn blad een beetje vrijmaken. Ik denk dat ik hem heel even op 1 inch afsnij. Dat het mooiste is. Ja, kijk, zo komt hij heel mooi uit. Even kijken. Hier haal ik nog een heel klein beetje. Maar een klein beetje hoor. Is dadelijk 1 inch bij 2/7/8. Dan staat hij net wat meer in het midden, vind ik. Net wat mooier. Kom hier. Hoppatee. Kijk, hij schudt al een beetje. Ik kan wel schudden in beeld, maar zie je dat? Vooral de kleine. Maar ik durf nog niet te hard te schudden, want ja, het is nog niet helemaal droog. Dus daar doen we even voorzichtig mee. Dan pak ik een paar dimensionals. Die plakken we op de achterkant van hem. 1. 3 is wel meer dan genoeg. 2 en 3. Die zit lekker vet, hartstikke mega uit het midden. Daar zie je daar niks van, want die zit zo. I think it's time for a celebration. Ik zit even te denken, waar zal ik hem plaatsen? Ik wil hem hier net weer iets binnen hebben. Ik ga het zo doen. Ja, zo vind ik hem hartstikke leuk. Zo. Voilà. En om het dan nog leuker te maken, ga ik er een paar sterretjes op doen. Ik heb net deze gebruikt. En ik pak het kleine sterretje uit de stanzen set.
En ik pak mijn stand- en embossingmachine er weer even bij. Hoppakee, nou. Ik wil zeggen, waar heb ik mijn platen gelaten? Die liggen hier. Die lagen onder de acetaatvellen. En nou ga je dus ook weer naast de ballonnetjes sterretjes op dit op de snijplaat krijgen. Ik ga er een aantal uitstansen. Ja, je moet ze keer op keer eventjes erdoor halen. Want ja, hier hebben we maar één standje van. Dat is één. Kijk, en nou blijft hij hierin hangen. Daar hebben we de Take Your Pick tool voor. Dan kun je hem er zo uitdrukken. Er zitten gaatjes in zijn standje. Kijk. En dan hebben we het sterretje daar liggen. Nou, nog even een paar sterretjes doen. Tweede. En de derde. Ik ga er drie sterretjes op doen. Kijk, hier zie je nou ook een klein beetje de afdrukken van de snijmallen in. Maar dat is helemaal geen probleem. Daar zijn ze voor. Het is niet een verbruiksartikel zoals papier. Maar het slijt wel door het gebruik en de platen zijn gewoon dus opnieuw te bestellen. Scheelt, want anders, stel je zou helemaal een nieuwe machine moeten bestellen, dan zit je daar met allemaal machines die nog niet versleten zijn en met allemaal versleten platen. Ja, dat schiet natuurlijk niet op. Zo, ik heb mijn drie sterretjes die ik wil. Niet hierop laten leggen, Nico, want die heb je daar bij je kaartje nodig. Mijn machine aan de kant. Oké, sterretje terug op mijn, bij mijn standjes plakken. Een beetje vervelende keel vandaag, weet niet. En dan plakken we de sterretjes op. Oké. Een paar puntjes is meer dan genoeg. Zo, en dan heb je alweer een eerste kaartje klaar. Leuk voor een verjaardag. Nou, die gaan we aan de kant leggen, want we gaan er nog een maken. Gewoon omdat het kan. We hadden ons vel net doorgesneden. We gaan hem nu wederom gillen op 14,85 centimeter. En dan gaan we hem nog een keer rillen op, ja, we zullen eens doen, net geen 7,5. Zo. Dus dan heb je een groot stuk en twee kleinere stukken.
dat gaan we doen. Deze leg ik wederom even aan de kant. Want we gaan weer een stukje designpapier snijden. Heel even hier een stukje plak van de tierentape weggooien, want er blijft heel aan mijn hand hangen. Nu gaan we ook designpapier aan de binnenkant van de kaart maken. Dat wordt daar het grote vlak. En je wil daar natuurlijk op kunnen schrijven. Dus daar moet je rekening mee houden met de kleur die je pakt. Tegenwoordig heb je natuurlijk ook papier in 100.000 kleuren en pennen in 100.000 kleuren. Er is dus altijd wel iets aan iets te bedenken. Maar ik schrijf toch meestal met gewoon een balpen de kaartjes. Of met een fine liner. En dat is zwart. Dus ik ga voor de sterretjes aan de binnenzijde. Mooie zachte lemon lime twist, geloof ik dat die heet. Nee, dit is trouwens gewoon geel. Lemon lime twist is een groene kleur. Die snijden we op 10 bij 14,35. Dat is hetzelfde als het matje aan de voorkant van die andere kaart net. Alleen deze komt dadelijk aan de binnenkant. 3 en 35. Hoppakee. Dat is vast 1. Dan kunnen we deze vast vouwen. Gaan we ook doen. Dan heb ik mijn vouwbeen gelaten. Oh hier. En deze, die vouwen we de andere kant op. Dus dan krijgen we daar een ongelijke zet. En ik denk zelfs dat ik hier nog een klein stukje af ga halen. Denk ik dat. Nee, ik laat hem nu. Nee, ik ga hier wel een stukje afhalen. Deze ga ik nog een stukje afsnijden. Dus ik pak eventjes mijn snijmachine erbij. En dan snij ik 2 centimeter af. Sorry, hij was 7 en een beetje. 7, bijna 4. Drie komma zeven snij ik eraf. Dus om en nabij de helft. Kijk. Dus dan heb je 3 verschillende stukjes. Deze die kunnen we vast aan de binnenkant plakken. Mooi uitgecentreerd. Dus dat gaan we doen. Kijk, dit is ook een hele leuke kleur. Maar dat is natuurlijk heel donker om op te schrijven. Basiskaartstukje omhoog. Zo. Die plakken we vast. Dat is stap 1. Zo. Leggen we die even aan de kant. Want dan pakken we nog een stukje designpapier. Ik zit heel even te denken of ik dat met deze zal doen of niet. Vind ik vrij heftig, moet ik heel eerlijk zijn. Deze is wat rustiger.
Ja, ga ik doen. Ik pak nog een velletje van die groene, want deze die is te smal. Of ik moet hier toevallig nog iets anders tegenkomen. Deze is ook wel heel erg leuk. Met die driehoekjes. Ik wil in ieder geval wel kleur erop hebben. Meerdere kleuren. Ja, ik ga voor de driehoekjes. Waar zijn jullie? Hier. Kijk, de driehoekjes. En daar gaan we een strookje vanaf snijden van 10 centimeter. Dan zijn we 10 centimeter. En dan moet je even goed opletten, want de 10 centimeter, nou meet ik hem zo af, dan krijg je de driehoekjes op zijn kant. En als ik hem zo afmeet, dan komen de driehoekjes overeind te staan. En dan moet ik even kijken, wil ik meer blauw erin, meer groen of meer roze? Dan wil ik toch wel wat meer van het roze, dus dan moet ik hem omdraaien. En zo op 10 afsnijden. Deze ga ik helemaal versnijden trouwens. Ik ga er toch wat meer kleur in doen. Dan haal ik hier nog een klein strookje af van een centimeter of 2. En deze die was 7,35. Dus die pak ik op 6,85. Als het goed is, moet dat kloppen. Lang leven de liniaal. Nou, is om en nabij 7,5. Pak ik op 7 centimeter. 7 centimeter, dat is de breedte. Kijk, en dan zit er toch ook nog net een stukje richting het oranje. Kijk. Net lijkt, zo lijkt hij heel geel. Dat is echt grappig, dit papier. Als je daar een bepaalde kleur van afhaalt, krijg je meteen een heel andere look. Of een heel ander beeld. Als je hem zo hebt, lijkt hier echt heel veel groen-geel tint in te zitten. En als je deze weghaalt, dan is echt het hele gele is er van weg. Dat vind ik wel grappig. Maar deze ga ik gebruiken. Die komt hier. Die kunnen we ook gewoon vast opplakken. Dat gaan we dus doen. Dat is het leuke met deze set. Daar kun je echt heel erg mee variëren. Hoppakee. Kijken, moet ik hem wel goed houden. Met mijn driehoekjes omhoog. Puntjes omhoog. Zo. Even kijken. Dan pak ik de kleine confetti stempel uit het setje. Er zitten grote en een kleine in. Kijk. Dat is een grote ballon. En een kleintje. Die pak ik, want die gaan we gebruiken. Even deze stempel opruimen. En het is fijn dat er in de binnenkant van die doos ook de afbeelding van je stempel staat. Want dan kun je hem op dezelfde plek terug plakken. En dan kun je ook altijd heel makkelijk en overzichtelijk zien, heb ik alles nog. Vind ik tenminste heel fijn. Hoppakee, mijn stempelblokje. En dit ga ik nou als één geheel ga ik dat stempelen.
begin ik met mijn bubble bath. Zo. En ga ik gewoon her en der stempeltje zetten. Een afdruk maken met de serpentines. Hoppakee. Die vegen we weer af. Mijn blok is nou heel nat. Dus ik pak heel even de andere kant. Dan pak ik de Blueberry Burst. Deze even dicht, de bubble bath. Doe er ook gewoon weer een aantal. En je mag rust over die andere heen. Dat maakt helemaal niks uit. Je kunt ze gewoon los van elkaar zetten. Zo. Deze ook weer schoonmaken. En zo ga ik gewoon met een aantal kleuren, ga ik heel even wat afdrukjes maken. De chamois is erg nat. Dus ik pak er heel even een doekje bij. Kijk, voilà. Om mijn stempel af te drogen. Want anders dan dadelijk allemaal inktje uitloopt. En dat is ook zonde. Pak gewoon hier de, van alle inkten die ik net gepakt heb, pak ik er een aantal. Je kan ook, net als ik hier bij deze gedaan heb, je kan ze ook gewoon het papier af laten vallen. Hè? Zo, weer eventjes schoonmaken. Ook daar kan je gewoon een achtergrond mee creëren, zoals je ziet. Daar kan ik alleen nog één kleur overhouden. Kijk, ik heb hier nou een klein stukje. Dat is wel jammer. Er zat ergens inkt aan mijn blok. Dat is dus daar terechtgekomen. Zo, en dan nog één kleur. Nou heb ik het weer met de groene kleur. Nou ja, het is niet anders. Had ik kunnen voorkomen door mijn mat er later op te plakken. Maar dat maakt niet zo heel veel uit, want het is een blijft een zelfgemaakte kaart natuurlijk. Tip voor de volgende keer. Later pas de mat erin plakken. Even op een doekje afdrukken, want hij is ergens nog een beetje nat. Ik heb eigenlijk wel genoeg gestempeld, vind ik. Zo. Deze nog even afdrogen. Afdrogen, afdoen. Kijk, zo kan je dus ook heel leuk een achtergrondje creëren. Met een paar stempelafdrukjes her en der verspreid over je kaartje. Kan deze hier weer terug op. Nou ben ik zo autistisch, ik wil mijn stempeltjes er ook hetzelfde terug op als dat ze erop gezeten hebben. Hoppakee, gelukt. Dan gaan we. Waar is mijn... Daar is die. Nog een keer een ballonnetje uitstansen. Dit keer een enkel ballonnetje. Zit even te kijken. Ik moet heel even... Ja, deze moet ik hebben.
Ik moest even kijken welke ik nodig had. Deze, de grootste. Die gaan we uitstansen. Dus ik pak mijn stans en een bosmachine er weer bij. Mijn basic white reststukje, want daar gaan we gewoon weer uitstansen. Past namelijk nog mooi. Daar zijn al die reststukjes ook ideaal voor. Hoppakee. Die kan dicht, want die hebben we niet meer nodig. Platen kunnen weg, die hebben we niet meer nodig. Zo. Ik roep er wel heel hard, maar misschien dat ik daar toch nog heel eventjes deze weg wil werken. Kan dat met een ballonnetje? Wie weet, eens even kijken. Kijk, dat gaan we dus doen. We gaan dadelijk hier eventjes een ballonnetje nog overheen zetten, maar dat komt zo. Eerst even de rest van het kaartje afmaken. De ballon. En voor deze ballon kan je de grote vlek met grote vlek noem ik het, met serpentientjes pakken. Kijk, want die past daar perfect in. Nou, en daarvoor pak ik dan de kleur die ik nog niet gebruikt heb, net met het afdrukken van mijn kleine stempeltje met serpentientjes. Nee, nou doe ik het verkeerd. Dan moet ik niet deze kleur voor hebben. Het is goed dat ik hem nog niet heb afgedrukt. Want ik wou de tekst in deze kleur hebben. Dus ik moet hier een lichte kleur voor gebruiken. Want de tekst ga ik over de serpentine heen zetten. Dus, weer even terug. Dat had ik me wel bedacht. Ik wil daar een lichte kleur op. Even mijn stempel afdrogen. Zo. Afdruk. Ik druk in inkten. En afdrukken. Voilà, kijk. Lichte serpentine erop. Jij dicht. Heel even hier spieken, want ik krijg in één keer een berichtje. Niks bijzonders. Zo, die schoon. Dan wil ik hier nog een tekst op, namelijk op diezelfde ballon. Ja, waarom? Gewoon omdat het kan. En wat hebben we voor teksten? Nou, die hebben we net gehad. Deze past er niet op. Dus ik heb de Happy Birthday, You Did It, Yay You en So Thrilled For You. Nou, dan ga ik dus in dit geval voor de Happy Birthday. Even kijken waar die staat. Gevonden. En daar wou ik dus die Blueberry Bochelle voor gebruiken. Die ik net in eerste instantie op mijn serpentientjes had gedaan. Ik zie wel. Nee, maakt ook niet zoveel uit. Zo, happy birthday. Ja, hij doet het wel gewoon goed. Kijk, ik weet niet of je het kan zien. Hij inkt hem niet mooi bij de H en de D. Wel, als ik hem dan afdruk. Nee, hier ook niet helemaal. Ja, nou is hij wel goed. Happy birthday.
voilà. Heel mooi lettertype vind ik dit. Ik laat deze nog heel even open, want dan ga ik gelijk een andere stempel mee zetten. Want we wilden... die foutjes verbloemen. Nou ja, dat gaan we doen met een ballonnetje. En aan dat ballonnetje maken we een slingertje. Hop, de happy birthday even terug. Pakken we deze weer eventjes. Even kijken hoe hij ongeveer komt, zo. Dus die plakken we hier. Plakken we, die plak ik niet, die stempel ik. Zo, dan kan de inkt dicht. Hoppatee. Nu hebben we daar alleen nog heel eventjes de afronding en de finishing touch. Zo. Dan gaan we een klein ballonnetje nog uitstansen. Dus ik pak nog heel even mijn stans en embosmachine. Deze leg ik even aan de kant, want die ga ik daar in één keer ga ik die plakken. En voor het ballonnetje gebruiken we een stukje designerpapier. En dan ga ik wel voor iets wat afsteekt op het roze. Dat is... ga ik voor de donkere kleur. Mijn snijplanken er weer even bij. Planken wil ik zeggen. Snijplank, die heb ik in de keuken. Snijplaat, die heb ik hier. Even een beetje passen en meten, kijken wat het voordeligste is. Hoppakee. Die is ook klaar. Zo, het ballonnetje, deze weer even terug hierop en in het hoesje, want anders ben ik dadelijk dingen kwijt en dat zou zonde zijn. Hoppakee. Zo, dan gaan we de kaart in elkaar zetten. Pak ik er weer mijn dimensionals bij. Even kijken. Yep. Ik kan wel gelijk helemaal een nieuw velletje dimensionals pakken. Maar ik heb nog verschillende dimensional velletjes die open zijn. Nou, kom. Ja, goed zo. Deze. Die plakken we in de kaart. Kijk, het ballonnetje mooi. En ik pak mijn, hoe heet het? Wink of Stella, geloof ik dat die heet. Staat het erop? Nee. Oh ja, Wink of Stella. Dat is een brushpen met glitters. En daar kleur ik gewoon mee over mijn ballonnen heen. Zie je nou op beeld nog niet zo heel goed. Ik zal daar even laten zien. Want dit geeft een hartstikke mooi effect. Dan gaat hij heel erg glitteren. Maar heb ik hem inmiddels wel overal gehad. Komt nou in één keer op één plek heel veel uit. Ik wil gewoon nog heel even een laagje door. Die mooi overal helemaal egaal gedekt is.
Maar ja, egaal, dat gaat niet lukken. En het grappige is, omdat hij nou dus... dimensionals onder zitten. Dit is wat vochtig. Dan gaat hij krullen. Dus dan krijg je echt nog meer dat 3D effect. Dat hij ook gewoon echt een beetje rond eruit ziet. Even dichtmaken, wegzetten. Inmiddels zie je het op beeld ook al wel. Ja, hij glittert dus als een malle. Vind ik altijd een heel leuk effect. Nou, leggen we deze even aan de kant. Want dan hebben we deze nog. En dan gaan we ook een klein beetje met de winkelstellen mee doen. Ik doe heel even mijn punt een keer op een doekje. Want op de een of andere manier krijg ik nou heel veel inkt. Nee. En dan ga ik mee over de letters heen. Het kan zijn dat ik een beetje in beeld kom daardoor. Ik hoop niet dat ik ervoor hang. Maar dat is altijd met precisiewerk, als ik het zo mag zeggen, dan kruip ik altijd toch op de een of andere manier dichter op mijn werk. Happy. Nee. En nu hier een klein beetje. En de rand. De rand. Dan pak ik hem even op. Yes. En dan ga ik de rand nog een beetje mijn winkelstella doen. Gewoon net voor dat beetje extra. Opletten waar ik hem vastpak. Komt ook niet mega precies. Geeft net een beetje een luxe uitstraling. Zo. Voilà. Die is ook klaar. Kijk, en dan valt die ballon aan de binnenkant, die zie je niet. Maar als je dan je kaartje openzet, wel. Dus ik ga hier nou ook mijn dimensionals pakken. Ik wil zeggen, waar heb ik ze gelaten? Die liggen nog voor mijn neus op tafel. Die plak ik twee op mijn basiskaart. Niet te ver uit elkaar, dat is nergens voor nodig. En twee is meer dan genoeg ook. Zo. Ballonnetjes weer eventjes. Kijk, hier kan je ook gewoon zien dat die letters nou heel erg glitteren. Ik hoop dat hij hem scherp stelt hierop. En dan plakken we de ballon op de kaart. Voilà. En dan heb je een hele leuke verjaardagskaart. En door het gebruik van de winkelstella krijgt hij een luxe uitstraling. Eenvoudig kaartje, hartstikke leuk om te maken. Dus we hebben nu twee kaartjes gemaakt. Nou vraag ik me alleen af, waar heb ik die eerste net zo snel neergelegd? Ergens. Oh hier.
Ergens. Kijk, twee hele leuke kaartjes in. Ik weet begot niet hoe laat het is. Iets meer dan een uur. Leuke verjaardagskaartjes. Lekker kleurrijk. En de nieuwe kleurtjes. Heb je nou interesse in spulletjes? Wil je meer weten over de producten van Stampin' Up? Wil je een workshop bij jou thuis volgen of een party? Laat het me weten. Stuur me een berichtje, een e-mailtje, een appje. En kijken we wat de wensen zijn en wat we af kunnen spreken. Fijne avond nog en alvast een heel fijn Pinksterweekend. Wij gaan hier genieten van de Pinksterfeesten. En tot de volgende keer. Doei doei! Moet ik even kijken. Ik roep al heel hard doei doei, maar ik moet altijd even zoeken waar ik mijn filmpje moet beëindigen. Ja, gevonden. Dag mensen, fijne avond nog.